Arie, wat voor werkzaamheden zijn we aan het doen? Hoe is dat een vrouw? Kut. Vrouw moet achter het fornuis staan. Wat zijn nou de voordelen van deze van de hoeflon? Bouwers. En Priscil, wat vind jij ervan zo op de bouw? Wat vind jij van dit beroep? Zie je, dat hebben mannen nou weer minder. Kijk hiernaar, chagrijnig, weet je wel. Gewoon. Ik had hier een kraan van 22 meter besturen, maar ik heb wel een beest. Waarschijnlijk hebben jullie de dakdekker aan de haak, maar ja. Dus toch chagrijnig tegen me. Kleine aanpassing en we kennen het weer. Nou is de hele circus compleet. Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik sta hier bij onze hoeflon. Nou, dit is eigenlijk de oprijwagen. En we zijn hier wat hijswerkzaamheden aan het doen met onze nieuwe kraanmachiniste. Dus ik ga jullie meenemen. Arie, wat voor werkzaamheden zijn we aan het doen? We hebben net wat glas geplaatst boven op het dak. Glas gemaakt, dus nu zijn we even wat brand, wat pellets met brandplaten. Ja hoor, van dak af vandaag. Eigenlijk is het gewoon wat losse huiswerkzaamheden. Ja. Hoe vind je het zo gaan? Je bent met Priscilla op pad. Leermeester van Priscilla vandaag. Hoe is dat een vrouw? Kut. Op de bra. Vrouw moet achter het fornuis staan. Nee, even serieus. Zei die dat nou echt? Dat zei die echt. Even serieus, wat vind je ervan? Want het is toch weer wat anders. Kijk, je bent wel eens met mij vroeger mee geweest. Nee, goed. Maar ja? Tuurlijk. Heb ze een andere, merk je dat een andere sfeer gelijk op de bouw hangt, nu er als zij erbij is? Nou ja, denk ik, ja, op zich er zelf bij is, maar dat komt omdat ze een vrouw is. Gewoon omdat ze aanwezig is? Omdat ze aanwezig is, ja. Omdat ze druk is. Het enige dingetje wat ik dan als commentaar hoort van de mannen, van de mannelijke collega's, is dat Priscilla om 5 uur best wel aanwezig en druk is. En ja, die mannen hebben over het algemeen allemaal een ochtendhumeur, dus ze hebben de eerste 3 uur, nee, moet je niet tegen praten. En Priscilla is best wel vrolijk en blij, dus dat... Oké, ze gaan verder. Wat zijn nou de voordelen van deze van de hoeflon? Nou, er staan nu, zoals je ziet, het dakje staat daar. En die ken je onder het de overkapping, moet ik zeggen. Je had hier met de kraan nooit kunnen staan. Nee. We hebben maar 2,60 meter en het is dan nog lager geworden aan rijhoogte. Dus ja, een kraan kom je niet. En daar is deze hoeflon perfect geschikt voor. En dat is een makkelijk kraantje, want zoals je inderdaad kan zien, staat de oprijwagen daarachter. En die kan ook niet onder het gebouw doorrijden, dus dit is gewoon perfect. Eigenlijk worden deze kranen vaak ingezet voor
inpandig werkzaamheden te doen, want je kan hem dus ook elektrisch laten draaien. Inpandig werkzaamheden doen op moeilijk bereikbare locaties. En Priscil, wat vind jij ervan, zo te bouwen? Wat vind jij van dit beroep? Waanzinnig beroep. Sowieso kraanmachinist zijn is heel erg leuk. Maar op te bouwen, ja, zeker. Ja, en ze ontvangen je ook allemaal leuk? Want ja. Als je dat zo ziet, dan wil jij niet... Nee, absoluut niet. Nee, ze zijn allemaal heel vriendelijk en hebben eigenlijk ook allemaal wel respect voor een vrouw op te bouwen. Dus dat is heel anders dan de meeste mensen zouden denken dat het leuk. Maar wat zou je bijvoorbeeld mensen wel aanraden? Wat is wel iets waar je rekening mee moet houden als vrouw? Want kijk, wat... Nou, misschien dat je toch wat, je wat meer mag gaan bewijzen. Maar dat doe ik dan weer daarentegen heel graag. Je moet tegen wat bepaalde grapjes kennen. Dus het is eigenlijk een beetje, ik zeg altijd maar kroeghumor. Dus als je daar het naar je zin hebt, dan kan je zeker heel goed op je bouw. Is dat niet helemaal jouw type mens, dan zit je hier denk ik niet helemaal lekker. Maar dan ben je denk ik ook meer iemand voor kantoor of iets anders dergelijks. Je bent eigenlijk altijd buiten, elke dag is het anders. Zeker. Anders. Ja. Wel vroeg je bed uit? Vroeg mijn bed uit, maar daardoor tegen de mooiste zonsopgangen zie ik opkomen. Dus heel wat waard, heel wat waard. Ja. Dus, en het leuke is, Priscilla gaat over 2 weken op voor de mobiele torenkraan. Ja. Dus dan zien we er straks op de spier. Dan gaan we er straks volgen op de spier. Ja, gaan we op de mobiele kranen. Ik vind het zo lekker, ja, zo lekker. Ja, we gaan wel vrolijk, hè. Zie je, dat hebben mannen nou weer minder. Kijk hiernaar, chagrijnig, weet je wel. Gewoon. Ik had te denken, kijk, ik zag gewoon. Ik zat hier een kraan van 22 meter te besturen, maar ik heb wel een beest. Dak over, jongen, niemand ziet het ding meer, dat masje. Waarschijnlijk hebben we nu de dakdekker aan de haak, maar ja. Dus toch chagrijnig tegen me. Nou, Arie en Priscil gaan weer naar boven. Die gaan de laatste pallet aanpikken en dan zijn ze... Ik ga de busje doen, dus je mag zo doen. Zul jij doen moed? Het verschil tussen mannen en vrouwen op de bouw. Nou, bij deze. Kleine aanpassing en we kennen weer. Hey Mark! Dag Hans! Nou is de hele circus compleet. Oké, dat was het weer. Alles staat beneden. Ze hebben een lekker klusje gehad. Mark is eigenlijk Kari afkomen lossen voor de gezelligheid. Voor 5 minuten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.